hulp van het verzet. Mijn vader heeft zijn kinderen meegenomen naar een geheime plek in het bos. Kinderen, mocht er iets met mij gebeuren, dit hier is springstof. Pap, wat is springstof? Als hier vuur bij komt, jongens, dan ontploft het. Als de Duitsers komen, dan kan dit hier ons beschermen. En waar zijn de Duitsers dan? Ze zijn overal. Ze kunnen zelfs hier zijn. Maar pap, ik ben nu bang. Waar is mijn man nou? Dagen? Nee, weken gingen er voorbij. En de vader was nog steeds niet terug. Lieve kinderen, ik weet niet hoe lang we hier nog moeten zitten. Mogen we niet al buiten spelen? Is het niet al veilig? Ik weet het niet. De Duitsers kunnen overal zitten. Maar we kunnen het toch gewoon proberen? Maar misschien is de oorlog al voorbij en zijn de Duitsers al weg. De kinderen mochten voorzichtig naar buiten. Oké, maar blijf in de buurt. Ik wil jullie wel kunnen zien. De moeder ging op zoek naar haar kinderen. Victor! Victor! Ik vind ze nooit! En toen opeens... Zo, en nu die Duitsers pakken. Even kijken waar ze zich schuil houden. Hé, hey, hoor je dat? Er is iemand aan het schreeuwen. Kijk, daarachter. Loopt mijn vrouw. Misschien kunnen we haar helpen. Gaat het? Kunnen we helpen? Ik ben mijn kinderen en mijn man kwijt. Nu ben ik helemaal alleen. En hoe heet je man eigenlijk? Het is Quint Birdman. Hij is een oorspronkelijk Engelsman. Wacht eens even. Zit hij bij de verzetstrijders? Ja, daar zit hij bij. Hoezo? Nou, wij zijn ook verzetstrijders. En we kennen Quint. Hij is een van ons. Willen jullie helpen mijn man en mijn kinderen te zoeken? Ja, dat willen we. Maar dan moet je wel mee vechten. Oké, ik vecht mee. De vader en de kinderen zaten gevangen bij de Duitsers. Dat is van mijn dochter. Oké, dan zijn we op de goede weg. We moeten daar die kant op. Ze waren bij de Duitsers aangekomen. Oké, ze zijn op de plek waar ik gedacht had. Hé, dat is die springstof die Quint heeft verstopt. Oké, nu moeten we erop schieten, dan hebben we ze verslagen. Nee, mijn man en kinderen zijn daar. We moeten ze afleiden. Hé, daar is iets vast. Kom, Michel, maar. Hé,
Hé, volgens mij is er iets aan de hand. Hou alles goed in de gaten hier. Oké, kom maar hier. Met hulp van de verzetstrijders hadden ze de Duitsers eindelijk verslagen. Het gezin was weer bij elkaar. En nu was het hopen dat de oorlog snel voorbij zou zijn. Voordat er nog meer mensen dood zouden gaan.